Dit is Amsterdam, Zeeburg om precies te zijn. Een bruisend en swingend stadsdeel aan de oostelijke kant van Amsterdam. Een dynamisch stadsdeel die de afgelopen jaren erg sterk is gegroeid door de herontwikkeling van de oostelijke havengebied en de bouw van Eiburg. Het oorspronkelijke deel van Zeeburg is de Indische Buurt, gebouwd tussen 1900 en 1930. En ingeklemd tussen de oosttak van de spoorlijn en het Flevopark. De Indische Buurt is een uiterst kleurrijk en divers gemeenschap, waar tientallen verschillende culturen samenkomen. Er wonen zelfs meer niet-Nederlandse etniciteiten dan Nederlanders. Maar met al die diversiteit, hoe voorkom je dat de verschillende groepen geïsoleerd van elkaar of langs elkaar gaan leven? Zoveel diversiteit is namelijk ook een extra last op de veerkracht van een gemeenschap en brengt de bekende problemen met zich mee. Taalproblemen, armoede, onderwijsachterstand. Enfin, het lijstje kennen we al te goed. Zeeburg is dus niet uitsluitend een modern en probleemloos Walhalla. Dit jaar is de Indische Buurt samen met twee aangrenzende buurten, de Transvaalbuurt en de Oosterparkbuurt, dan ook met goede reden aangewezen als vogelaarhotspots, oftewel krachtwijken. Door de sociale infrastructuur een positieve impuls te geven, wil die minister leefbaar wijken maken, waar gezonde sociale ontplooiing voor alle kansarme groepen toegankelijker is dan nu het geval. En dat binnen een tijdsbestek van 10 jaar. In de buurt liepen al jaren projecten en initiatieven om de leefklimaat te verbeteren. Bijvoorbeeld de Indische Buurt Wereldrijk Festival, ontstaan rond 2001. Eind 2007 is de nieuwe Stichting Indische Buurt Wereldwijk opgericht om het festivalorganisatie voor te zetten. Het bestuur heeft dan ook meteen besloten een grootse feest met meer stadsuitstraling te organiseren, dit keer in het Flevopark. En is het feest omgedoopt tot het Flevopark Festival. Er waren dan slechts 5 korte, hectische maanden over om het nieuwe tweedaagse festival te organiseren. Via het bestuur is ook een grote reclame CQ evenementenorganisatiebureau aan boord gehaald om het team te versterken en de schaalvergroting van het festival in goede banen te leiden. Maar helaas, tijdens het voortraject al bleken er binnen het team verschillende inzichten te leven met betrekking tot de karakter van het feest. Een groot commercieel muziekfestival dreigde de buurtgerichte traditie van het feest te verdringen. Buurtorganisaties en bewonersgroepen leken geen rol van betekenis te kunnen spelen in de nieuwe showbiz-spektakel. Kortom, het voorbereidingstraject is niet van een leien dakje gegaan. Maar op 24 en 25 mei dit jaar was het eindelijk zover. Na een spetterend opening heeft de Indische Buurt 2 dagen lang een groot feest gehouden voor de stad. Vanaf het hoofdpodium knalde muziek uit alle windstreken. Er werd gedanst, er is ook gesport, gespoten, gezongen en gediscussieerd. En op zondagavond werd het festival afgesloten met een optreden van Hans Dulver, die als geen ander weet te knallen. En toen was het Flevopark Festival 2008 voorbij. Zoals altijd moet je na een feest netjes opruimen. En moeten er wat vragen vanuit de buurt worden beantwoord. Zoals, was het festival een succes? Hoe waren de bezoekersaantal? Hoeveel heeft het gekost? Heeft het winst opgeleverd en wat voor winst was dat? Hoe was de evaluatie en wat kan er worden verbeterd? Is het verstandig projectorganisatie en sponsorship te vermengen? Is het voor herhaling vatbaar? Of wij die vragen kunnen beantwoorden? Tja, wie weet. Maar als je het wel wil weten, moet je dan zeker kijken naar de documentaire Het Flevopark Festival, The Making of. Een verhaal over de zoektocht van een bijzondere Amsterdamse buurt naar zichzelf.
verwacht op jullie schermen in het najaar van 2008. Wat voor rapportcijfer geef jij het Flevopark Festival 2008?